Waar ben jij? Wat een prachtig terror! Uitgezonden aanval van de Barve! Dit is zo ongelooflijk mooi! Wat een schitterende aanval! Akla die toch daar. Oh, wat een prachtig doel! Ja hoor, ja hoor! Christian van der Kamp! Kopballetje van Maurice de Ruiter! Ja! 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 Ja, de binnenkant van de paal! Dikkie terug van Maurice de Ruiter en Yassin Koert met een... Is een Oh, nu ja! Oh, ja! Ja, hoppa! De 3-0! Christian van der Kamp vanuit de rebound! En daar misschien een kans? Ja! Ja! Het is toch niet te geloven! Mike Arens! Oh, hij heeft het me beloofd! 2-1! Het is ongelooflijk! Jongen, jongen! Hey, van de Geijken, die kan helemaal alleen op het doel af. Hij geeft dik die bal voor en daar komt de 2-0 af! Ja, ja, ja! Ali Akla! Wat een prachtige aanval van Davies 33! Liberté! En dan wil... Hans Kuster, Edmund Mijnheer en Richard Terpstra, allebei. Edmund Mijnheer en Richard Terpstra, let op. Het ultieme moment gaat nu plaatsvinden. Hans Kuster reikt de beker uit. Ja, 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 ja. En dat is hem, man. Dat is hem, dat is hem, dat is hem. Is dit niet mooi? Hey, 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 hey. De allerlaatste wedstrijd in deze competitie in de hoofdklasse C. En dat is niet de minste, dat is een uitwedstrijd tegen Urk. En dat is niet niks, Jan. Altijd lastig. Altijd lastig, hè? Urk. Op Urk. Nou, we hebben net de slag op Urk gewonnen. Het was in de haven en ja, heel veel kijkers. Maar uiteindelijk hebben we gewonnen daar de slag. KVB me vast bellen dan. Want, Ja, inderdaad. Goed, maar nu even serieus. Deze wedstrijd. Oh, wat een spanning. Moet dat teweeg brengen bij de spelersgroep, maar ook bij de staf? Ja, nou ja, dat de spanning op zo'n wedstrijd zit lijkt me eigenlijk logisch. En dat hindert ook helemaal niks. Alleen het moet niet blokkeren en nou ja, dat is natuurlijk altijd de vraag, maar over het algemeen zijn volwassen kerels, dus normaal gesproken moeten ze hiermee om kunnen gaan. En we moeten het ook niet, kijk, het is hartstikke belangrijk, maar we moeten het ook niet te belangrijk maken. Dat, Ja, precies. Hebben ze zich ook als volwassen kerels hersteld van de nederlaag tegen Harkemaanse Boys? Ja, nou ja, kijk, als je puur analytisch naar die wedstrijd terugkijkt, dan zie je best dat de dingen zijn fout gegaan, maar er zijn ook heel veel dingen goed gegaan. En, ik denk als je 8 stukken wedstrijden speelt, dat je normaal gesproken 6 wint. En kijk, het zat ook niet heel erg mee, moet ik eerlijk zeggen. En, maar ze hebben vandaag nog steeds de kans om te laten zien waar we willen eindigen. En we staan hier al een tijdje. En ik vind ook dat we dat verdienen als je zo lang bovenaan staat. En ploeg het altijd onder je weet te houden, dan doe je het hartstikke goed. Alleen ja, die laatste wedstrijd, dacht, die telt wel. Heerst er ook een juiste mentaliteit bij de spelersgroep? Met andere woorden, dat ze vrij zijn in hun hoofd. Maar dat ze toch wel met elkaar hier de strijd willen aangaan tegen Urk. Ja, je moet de strijd aangaan, maar het is voornamelijk zaak. Dat is ook met hun kop voetballen en niet alleen met het hart. Kijk, dat is allemaal leuk en aardig dat hij er als gek invliegt. Maar ja, we zullen met name het voetballende gedeelte, dat zullen we altijd moeten bewaken. En daar zijn we ook goed in. Alleen we mogen de strijd nooit op passie en inzet verliezen. En ik heb zelf totaal die insteek niet, hoor, dat het geval is. Hoor. Maar daar mag je nooit op verliezen. En voetballen denk ik dat wij de doorslag moeten kunnen geven. Hoe hebben jullie de situatie opgelost met de geschorste Roald de Vries? Wie speelt er op zijn plek? Stefan de Geijter. Heb vaker op die plek gespeeld en dat kan hij prima. Dus geen enkel. En Jerel Pota aan de andere kant? Ja, hij heeft vorige week goed gedaan. Hij heeft het bij zijn vorige club goed gedaan. En nou ja, geen enkel probleem. Je hebt het vorige week gezien. Hè? Dus... En voor de rest geen enkele wijziging? We gaan ervoor, Jan. Ik wens je nogmaals, laatste wedstrijd. Kom op, hè. Oké.
spelers komen inderdaad het veld op. Na deze nu al legendarische bootreis van Lelystad naar Urk. Waarin pakweg 100 man zich behoorlijk te goed gedaan heeft al. En in een werkelijk schitterende sfeer hier naar Urk is gekomen. Om de slag op Urk niet te missen. De beslissing in de hoofdklasse C. Of misschien wel wordt dat uitgesteld. Spanning is natuurlijk ongelooflijk groot op deze wedstrijd. Tussen Urk en DVS 33. Spelers staan klaar. Scheidsrechter fluit voor het beginsignaal. De wedstrijd is begonnen. Urk gelijk een lange bal naar voren. Naar William de Boer. Die handige linksbuiten. Maar Yassin Koert zit er op tijd bij. Gelijk William de Boer ook weer storen. Urk gaat er zoals gepland gelijk vol voor. Daar een kleine mislukte aanraking van Yassin Koert ten opzichte van de bal. Maar via de voet van William de Boer gaat de bal over de zijlijn. Ingooi DVS. Jarl Poot. Ali Akla. Die daar die bal onderschept. Nu Christian van der Kamp. Kopt hem door naar Ali Akla. En daar een duwfout ten opzichte van Ali Akla. Ali blijft liggen. Ja, 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 de spanning hier natuurlijk om te snijden. 3 minuten inmiddels gespeeld. Urk ging er gelijk bovenop. Maar DVS reageerde er vrij goed op. Het was een doorkopbal van Christian van der Kamp op Ali Akla. Aan de rechterkant. Ali Akla die passeerde zijn tegenstander. Maar die duwde Ali Akla. En daardoor schoot het waarschijnlijk toch wel weer in zijn spiertje. En Edmund Mijnheer, oh oh oh. Waar iedereen hier bang voor was, gebeurt inderdaad. Hij kan niet eens op dat been staan. Dat hij dit niet kan meemaken. Maar aan Mike Anes de eer, ook een prima voetballer hoor, die het aan de rechterkant ook hartstikke mooi kan laten zien. En het publiek van DVS, wat echt werkelijk enorm meeleeft en wat zich vreselijk loopt te ergeren aan de speaker van Urk. Dat is ook werkelijk niet om aan te horen, zoiets, hoe je dat presteert. Maar goed, die heeft dan een bepaald maniertje. En dat is natuurlijk wel Urk. Hè. Die proberen, die hebben alles, zetten alles in het werk om intimiderend te zijn op allerlei niveaus. En nu is de nummer 19, Hessel Snoek, daar aan de rechterkant weg. Toch een hele handige speler. Nu een schotpoging. En via het hoofd van Joran van Zanten komt daar William de Boer in balbezit. William de Boer die ik een beetje aan de gezette kant vind. Dat verwacht je eigenlijk niet van een speler van zijn kaliber. Hij gaat naar Flevo Boys. Maar nu Urk toch weer. Lindeboom, die sterke kerel, laatste man van Urk. Die speelt even terug op Kofferman, de keeper. En via de nummer 17, Riekert Jan Brands, wordt de bal naar voren gepoeierd. En daar staat Jarl Poot. Maar ook William de Boer die komt daar met een snelterreinvaart aanlopen. Maar heel netjes opgelost, Jarl Poot in samenwerking met Daan Huiskamp. Goed zo, na 6 minuten spelen dus in de hoofdklasse C tussen AZSV en SVZW. 0-1 in het voordeel van SVZW, dat is in het voordeel van Urk. Misschien dat ze dan een beetje de handrem erop gaan doen, wie weet. Maar dat denk ik haast niet, Urk kennende. En nu een corner. Yassin Koert gaat die corner nemen. Komt hij daar in het strafschopgebied. Edmund Mijnheer natuurlijk erbij. Maar ook de goede koppers van Urk. Ook Asorkan. Die wordt gelijk bovenop zijn huid gezeten. Maar mooie passeerbeweging. Wederom overtreding. En de eerste gele kaart van deze wedstrijd valt al. En ja, daar is Urk natuurlijk in Ermelo al aan ten gronde gegaan ten opzichte van DVS. Het eindigde uiteindelijk met 9 man. En nu valt al de eerste gele kaart. Want ze hebben nogal snel, maken nogal snel overtredingen tegen toch wel redelijk handige voetballers, dribbelaars van DVS 33. En ja, dat is dan hun makken. Dat is hun probleem. Maar ja, als diezelfde speler nu nog een kaart pakt, dan is het duidelijk natuurlijk, de rode. Maar Mike Ares, die mag gelijk zijn specialiteit gaan tonen. Komt die bal daar, indraaiend in het strafschopgebied, goede kopbal. En wat gebeurt daar? Ja, 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 nee. Oh, de scheidsrechter keurt hem af. Oh, 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 dit is heel erg jammer. Want die bal die kwam toch terug van een speler van Urk. Ik zou werkelijk niet weten waarom die is afgekeurd. Waarschijnlijk wegens aanvallen van de keeper of zo, of wat dan ook. Maar ja, het leek dus de 1-0 voor DVS 33 door Joran van Zanten. Nee, door Christian van der Kamp in dit geval. Maar dat gaat dus helaas niet door. Dat feestje gaat dus nog eventjes niet door. Kofferman.
Hannies de Ruiter. Ja, overtreding. Weer een overtreding, zou ik zo zeggen. Ze hebben de patent op. Ze zullen het DVS met hun krachtvoetbal zo moeilijk mogelijk maken. En maar hopen dat DVS dan daaronder bezwijkt. Jellel Poot. DVS tot nog toe duidelijk het beste van het spelletje. Maurice de Ruiter. Balletje aan de voet. 1, 2 verdedigers. Probeert de derde door zijn benen te spelen, maar het lukt. Nu toch weer balbezit. DVS, ook aan Soykan daar aan de linkerkant. Komt daar door, zet die bal voor. Ja, wie is dat? Wie is dat? Alsnog? Ja hoor! Nu zit hij er wel in! En nu geldt hij wel! Mike Arens, die doet zijn plicht. Balletje komt terug van de keeper. Maurice de Ruiter kopt hem al tegendraads in. En Mike Arens die doet precies waar die, wat hij moet doen. Hij tikt die bal van een metertje of twee. Eenvoudig in het doel. 0-1 in het voordeel van DVS 33. Wat een begin, wat een begin. Ja, bemoedigend, bemoedigend. 0-0. Maar Harkemaas Boys is voorlopig even de belangrijkste. 0-0. Ja, goed. Nou, dan zijn we nu virtueel kampioen. Ja, zo zeg je wel heel erg mooi. Maar dat waren we 20 minuten voor tijd in die vorige wedstrijd ook. Nu, Urk weer. Hupsa. Jongen. Wat is dit mooi? Wat zit dat? Een prachtige combinatie. En nu een schot. Oh, schitterende reactie. Daan Huiskamp. Ja. Als hij dit soort ballen gaat tegenhouden. Dan zit het wel goed. Hij wil zich natuurlijk herstellen ten opzichte van de voor hem vreselijke wedstrijd tegen Harkemaas Boys. Het was echt een enorme kans voor de nummer 6. In dit geval Lucas Nagel. Nadat Urk daar heel makkelijk eigenlijk door die DVS verdediging heen slalomde. Daar heeft DVS er toch wel heel erg moeilijk mee hoor. Met het tempo wat Urk momenteel hanteert. En ja, het is niet te hopen dat ze dat de hele wedstrijd kunnen volhouden. DVS blijft het heft in de handen nemen. Ook aan Sorkan naar Mike Arens. Mike, speel je tegenstanders maar omver. Ja, mooi. Paasje, een beetje met geluk. Nu misschien even kijken. Wie is dat? Jassikoert! Oh, daar kan de nummer 15 van Urk toch redding gaan brengen. Benny Dunnik in dit geval. Anders dan was het hier gewoon maar zo 0-2 geworden. En nu kan Urk er heel snel uit. Daar aan de rechterkant. Hessel Snoek, die passeert daar. Vrij eenvoudig, Steven de Geiten. Maar wie is daar? Ja, natuurlijk. Edmund Meijner, granieten Edmund. En die paast hem ook gelijk goed naar Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter, 1 tegenstander, 2 tegenstander, 3 tegenstanders, 4. Maar dat is net even iets te veel. Of houdt hij toch nog balbezit? Nee, toch net niet. wat een spanning. Even kijken. DVS? Nee. Urk nog steeds balbezit. Hoge bal. Maar Steven de Geiten kan niks anders doen dan de bal koppen in de richting van... prettige paas. Hessel Snoek komt hij daar met een voorzet. Oh! Het gaat goed, ja. Nu ook aan Sorkan. Ook aan Sorkan in samenwerking met Steven de Geiter. 2-3 spelers maken het ook aan heel erg lastig. Steven de Geiter heel goed verplaatst het spel naar de andere kant. En de scheidsrechter vindt het genoeg. Hele opwindende eerste helft hier op Urk. Tussen Urk en DVS. Stand 0-1 in het voordeel van DVS. Inmiddels tweede helft begonnen. Lindeboom. Tikt hem terug op Kofferman. Jellel Poot. Mike Arens. Mike Arens. Bijna balverlies. Nu definitief balverlies. Balbezit dus voor Urk. Komt die bal. Voorzet. Maar te onzuiver. Over Hessel Snoek heen. En ook achter de lijn. Dus doeltrap voor de doelman van DVS, Daan Huiskamp. Jellel Poot, mooie beweging, Jassin Koert. Jellel Poot. Jassin Koert. Maar steeds ongelooflijk veel verdedigend, storend werk van Urk. Nu. Mike Arens aan de rechterkant weg. Komt hij met een strakke bal, maar op tijd terugverdedigd. Dunnik. In dit geval. Dat doet hij toch wel goed, die jongen.
Dat is toch wel heel erg mooi. Nu Urk wat weer over gaat nemen. Hersensnoek, maar die raakt de bal of, verkeerd. Ook door goed terugverdedigen van Joran van Zanten. Maar Stefan de Geijter raakt totaal die bal daar verkeerd. En nu Urk. Daar komt die machine weer. Hersensnoek in dit geval. Met natuurlijk Joran van Zanten voor zich. En dan is Joran altijd bijna altijd wel de baas. Jellepoot. Mooie paas in de goed lopende Mike Arends. Mike Arends gaat er één voorbij. Gaat er twee voorbij. En wat doet hij? Hij scoort! Mike Arends! Mike Arends! Mike Arends wordt de man of the match! Het is niet te geloven! Mike Arends die maakt hier 2-0. Iedereen was zo verdrietig. Ali Akla geblesseerd. En Mike Arends die komt erin. En die speelt hier de wedstrijd van zijn leven. Passeert mannetje 1. Passeert mannetje 2. En legt die bal gewoon in het doel. Yo! Wat is dit mooi voor Mike Arends. Fantastisch, fantastisch. Wat zal die André daar in Turkije van genieten van dit feit dat Mike Arends, want daar gaat hij natuurlijk ook mee om, dat hij hier ook weer de 2-0 scoort. En dat het daarbij Harkema 2-2 is. Oh, oh, oh. Zou het wonder dan toch geschieden? Het wonder hier in Urk. Dat hele vreemde dorp met die hele vreemde speaker. Want ik heb nu gehoord wat hij vertelde. Hij had het over niet over Ali Akla, maar Ali Baba. Hij had het over Gerald Poot. Wat een vreemde naam. Hij had het onder andere over Okan Soykan. Een echte Ermeloze naam. En dat is werkelijk schandalig dat iemand in een openbare functie zoiets zegt. En het zegt heel veel over dit gekke dorpje Urk. Bijna Maurits de Ruiter. Oh, wat een opwinding hier. Het was bijna de 0-3. Maar ja, deze opmerking moest ik dus even kwijt. Luisteraars. En daar in de studio in Nunspeet. Dan weet u hoe laat het is. Oké? Okay? Ja, dat zijn. Ja! Ja! Maurits de Ruiter. Hij tikt hem erin. Jongen, het is hier 0-3 via Joran van Zanten. Oh, wat gebeurt hier toch allemaal? Heel groot, dik feest. Oh, dit wordt wat. Die terugreis op de boot. Als Flevo Boys nou ook nog maar een beetje mee gaat werken. 0-3. Het lijkt erop dat deze wedstrijd definitief op slot zit. Puur voetballend heeft DVS in deze 10 minuten in de tweede helft laten zien wat het kan. Stand 0-3. Ik hoop, Nunspeet, dat jullie dat nog hebben meegepikt. Prima werk daar weer, Joran van Zanten. Daar komt DVS weer. Oh, jongen, de machine is helemaal op gang. En wat? Oh, hensbal. Scheidsrechter. Dit is een zuivere hensbal. Hij steekt zijn hand gewoon uit. Het is een strafschop. Maar goed, DVS gaat door. Mike Arends. DVS lijkt volkomen los. Prachtige aanvallen daar van DVS 33. Daniel van Warf tikt hem terug op Okan Soykan. Okan Soykan verplaatst het spelletje naar de andere kant. Urk kan nu niks anders meer doen dan eigenlijk achter de feiten aanlopen. Achter het balletje aanlopen. Want als DVS los is, nou, dan combineren ze elke tegenstander helemaal knetter en knettergek. Stand 0-3. Wedstrijd hier lijkt volkomen beslist. Maar je weet het maar nooit hoor in Urk. Want ik zei het net al, keer 2-0 voorsprong en 3-2 verliezen. En 3-0 voorsprong. Dat zegt ook nog niet eens heel veel hier op Urk. Maar het lijkt erop dat Urk echt nu is uitgespeeld. Want ze krijgen momenteel even alle hoeken van het veld te zien. Jarl Poot. Mike Arends. Maurits de Ruiter. Geen overtreding. Nee, Urk kan er uitkomen. Oh, missertje van Stefan de Geijter. En daar kan natuurlijk... Oh, wat een ongelofelijke misser is dit van Jelle de Boer. Stefan de Geijter die daar toch weer een verdedigend wat zwakker moment kende. En DVS gaat wisselen. De good old Richard Terpstra. Zou die de laatste 20 minuten mogen meemaken? Zou die het kampioenschap mogen meemaken? Hij verdient het als geen ander. Om dat te mogen vieren. Hij heeft zoveel betekend voor DVS 33.
deze Richard Terpstra. En het publiek, met name de Ermeloers natuurlijk, die applaudisseren voor deze immens populaire ex-aanvoerder. Fantastische speler. Verleden jaar was hij nog speler van het jaar. En die gaat de laatste 20 minuten meemaken van deze hopelijke kampioenswedstrijd van DVS 33 hier op Urk. Ja, 73 minuten staat er op de klok. 17 minuten is DVS nog verwijderd van eventueel een groots feest. Vanuit de studio, even uit de brand helpen. Harkemaarse Boys, Flevo Boys, stand nog steeds. 2-2, oh oh oh. Wat een spanning. En wat moet het ook een spanning zijn in de huiskamers. Voor al die luisteraars naar Veluwe FM. Hoe kan zo'n competitie in die hoofdklasse C zo'n apotheose hebben. Zoals we hier meemaken op het mooie complex van Urk. En wat zal het een feest zijn daar op de boot. De wind neemt, lijkt het wel af. Zodat we niet met windkrachten 8 daar zometeen aan ons diner moeten gaan beginnen. Nu weer een vrije trap van Urk. Maar Urk is een klein beetje toch de weg kwijt en raakt de ballen niet meer echt goed. Daniel van Warven naar Christian van der Kamp. Christian van der Kamp naar ook aan Soykan. Ja. Nu, oh, wat fantastisch combinatievoetbal weer van DVS. Mooie voorzet, lekker strak. En ja, de nummer 17 van Urk met die prachtige naam Riekelt Jan Brands. Die knalt die bal over de achterlijn. 2-3. 2-3 hoor ik. 2-3 hoor ik. Wat gebeurt daar? In de Harkema. 2-3. Oh, wat gaat hier gebeuren? 2-3. Ja. Bijna 4-0 daar voor DVS 33. Wat is dit? We hebben nog te gaan. 12 minuten. 11 minuten. Dit worden hele lange minuten voor alle supporters hier. DVS 33, weer balbezit. Ook aan Soykan naar Mike Arends. Mike Arends die daar. Ja, hallo, met Piet, Urk. Twee vier. Oh, oh, oh. En daar, Maurice de Ruiter. Gaat hij scoren? Nee. Oh. Wat gebeurt er allemaal in Harkema, jongens? Oh, dit is toch ongelofelijk. 2-4. Wie had dat kunnen bedenken? Jongen. Wat is dit? Wat een apotheose. Oh. Maurice de Ruiter, Daniel van Warven. Maurice de Ruiter. Oh. Nee. Want het is hier al bijna een heel groot feest in, op Urk. Het is 2-4 in Harkema. Je weet niet wat er gebeurt hier. Want de hele bank die springt op. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Hier staat DVS natuurlijk. Die wedstrijd is al lang gespeeld. Maurice de Ruiter probeert natuurlijk nog gelijk te komen op de topscorerslijst met Esaf Savi. Die wil zijn doelpuntje nog wel even meepikken. Maar DVS staat nog steeds met 0-3 voor. Maar die tussenstand in Harkema, dat geloof je niet. Dat is gewoon 2-4 in het voordeel van Flevo Boys. Wat laten die toch zich van hun beste kant zien. Dat is toch ongehoord. Niemand die daar ook maar een beetje rekening mee gehouden had. Jan Flap al helemaal niet. En Harkemaarse Boys dus kennelijk toch leeg gespeeld. En die staat dus op een schier onoverbrugbare achterstand ten opzichte van Flevo Boys. Die moeten nog 3 doelpunten maken. Willen ze een kans hebben op het kampioenschap. Het kampioenschap gaat maar naar 1 ploeg. En dat is ook volkomen terecht vanwege het fantastische voetbal wat ze hebben laten zien deze hele competitie. DVS staat hier nog steeds met 3-0 voor. Luisteraars van Radio Nunspeet. Maar ook natuurlijk DVS TV. Daar ben ik nu ook voor bezig. En straks ga ik natuurlijk weer naar mijn andere broodheer. En ik kom nog ongetwijfeld een keer bij u terug.
Urk nog steeds in balbezit. Hier bij de bank zit iedereen, alles en iedereen staat al klaar. Ja, want het is, het feest kan zometeen los gaan barsten. We zitten bijna in 90. 90 minuten staat er nu op de klok. En ja, harken maar, daar hoeven we natuurlijk helemaal niet meer over na te denken. Dit is ongelooflijk. Ja, een hels gejuich breekt los. DVS 33, kampioen. Wat mooi. Wat is dit ongelooflijk. Honderden supporters komen daar het veld op. En nu is het hek natuurlijk volledig van de bal, van de dam. Ja, DVS 33, inderdaad, nu is het officieel kampioen. Helemaal gek van geluk zijn ze hier. Ja, iedereen, ja, hoe is het mogelijk? Maar het is dus gewoon mogelijk. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Harkemaanse Boys, Flevo Boys 2-4. Wie had dat gedacht? Hier op Urk. De Urk tegen DVS 33, 0-3. En was het een beetje een lullig overwinningje? Nee hoor, zo gedecideerd, zo mooi. En in de tweede helft ook nog een keer met mooi voetbal. Werkelijk, werkelijk geweldig. Je weet niet wat hier allemaal gebeurt. Wat een enorm geluk er losbarst op het veld. Tranen ook van geluk. En ook bij uw verslaggever natuurlijk tranen van geluk. En ook natuurlijk bij Mike Arends die het eerste zowel als het tweede doelpunt erin lepelde. En vooral die tweede die was van een ongekende schoonheid. Wat moet het een heerlijkheid zijn voor die jongen. Ook tegelijkertijd denk ik aan Ali Baba. Ik bedoel Ali Akla. Een grapje van de speaker. Ali Akla die helaas geblesseerd het veld moest verlaten. Maar daardoor kon Mike Arends zijn moment te pakken. En dat is voor die jongen natuurlijk ook gelukzalig. Net zo gelukzalig als dat het voor Maurice, voor, ik kan ze allemaal wel opnoemen, Daniel, Richard Terpstra. Die weet niet wat er momenteel allemaal gebeurt met hem. Die kan zich natuurlijk absoluut niet bedwingen. En ja, we gaan vanavond natuurlijk enorm feesten. Willen jullie het meemaken? In de kantine bij DVS, denk ik. Of op het veld, daar ergens in de buurt. Om een uur of half negen, 9 uur. Straks gaan we op de boot natuurlijk. Ziet u het voor zich? Op de boot terug. En feesten. Ja, wat een ongelofelijke apotheose van deze competitie. Luisteraars van Veluwe FM, ik dank u hartelijk voor uw aandacht. En ja, hier komt natuurlijk iedereen. Ook mijn vrienden uit Apeldoorn. Die zijn natuurlijk komen kijken. En die hebben een prachtige wedstrijd gezien. Dat eerste kwartier van DVS wervelend. 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 Ja, dat is, lijkt me volkomen duidelijk. En ja, het is... Het is gedaan en wij gaan zo meteen het veld op. Dames en heren, nogmaals, heel graag gedaan. Een heel goed weekend en geniet ervan. Vooral de DVS-fans. En ook in de studio. Bart, bedankt. En Damien, bedankt.